Goedenavond, welkom iedereen. Mijn naam is Jan Leijers en ik ga vanavond praten met iemand. Ik denk niet dat als ik overdrijf wanneer ik zeg dat elke Nederlander een film van haar heeft gezien. Haar repertoire bestrijkt zo'n lange tijd en zoveel verschillende genres. Hoogste tijd, van karakter, tot Harry Potter, tot Skyfall, James Bond, George Clooney, René Zellweger. Het is een ongelooflijk palmares en ik vind het een hele eer. En ik kijk er geweldig naar uit om de komende anderhalf uur met haar te praten. Welkom, Janie. Laten we beginnen bij het begin. We praten vanavond in het Nederlands, maar je bent eigenlijk Française. Geboren in Algiers, yeah. In Algerije. Yeah. Wat voor tijd, welke herinnering heb je daaraan? Je hebt daar tot je elfde gewoond. Tiende. Ongeveer. Tiende. En dan we zijn verhuisd naar Parijs. Ja. Was er bijvoorbeeld in Algiers een bioscoop? Nee, maar we hadden de televisie met de Egyptische televisie. En ik was dus opgegroeid, omdat we konden niet buiten spelen of zo. Dus ik was opgegroeid met de prachtig Egyptisch musical. Met Elfel Danseres, Zwart-Wit, Sang. En ik vond dat prachtig. Oum Kalsoum? Oum Kalsoum, je weet dat goed. Mm-hmm. Dus Oum Kalsoum, die Sang met die fantastisch verhaal, dat ik heb nooit wat van begrepen. Maar het was heel veel mensen die kwamen, die dansen, die gingen ver, die huilden. Dat was mijn jeugd. Maar het was oorlog daar. Oorlog buiten, maar binnen was de televisie met die zwart-wit danseres en de stem van Oum Kalsoum. Begin jaren 60 zijn jullie dan naar Parijs verhuisd? Ja, 60 en in 60. Ja. Ja. Was dat een cultuurschok? Ja. Ik kon niet lopen met schoenen, maar bon, tussendoor heb ik geleerd. Maar het was een beetje moeilijk. Le pied noir nu. Ja, die accent. Oh. Maar ik heb nog steeds een accent, dus ik heb altijd een accent gehad. Zeg maar. Maar dat was een beetje moeilijk. Maar ik denk, dus ik vertel je, kinderen adapteert zo snel. Dus binnen 3 maanden was ik echt Parisien geworden. Die accent was weg. Ik kon lopen met schoenen. Ik kon de schooluniform dragen. Ik was one of them. Mm-hmm. Maar je kwam uit gevaarlijk gebied. Dat gaf je ongetwijfeld een soort aura. Ja, maar het is ook als je een kind bent, je voelt dat niet. Je denkt, oké, we zijn binnen. We kunnen niet buiten. Buiten wordt geschoten. Maar bon, zo is het. En dan je gaat weg en je denkt, ik ben in de straat, ik kan lopen, ik kan met andere kinderen spelen, ik ga naar school. En dan is het een ander leven. Maar je loopt gewoon mee. Je denkt niet dat het iets bijzonders is. Je doet wat iedereen anders doet. Ik heb nooit gedacht, ik had een mooi verhaal voor de school. Ja, dat was goed. Ik was, ik had meegemaakt, want ze hadden nooit meegemaakt. En ik kon dat vertellen. Maar supersnel, ik ben gestopt om te vertellen, omdat niemand was zeer geïnteresseerd. En we gingen door met de schoolverhalen. Wanneer is film echt in je leven gekomen? Ik bedoel, de altijd, cinema? Altijd. Ik vond altijd film. Die enige die bestond in mijn leven. Mm-hmm. Ik vond film superb. Misschien omdat ik had dat opvoeding met de Egyptische musical. Maar ook omdat dit was die enige dat wij hadden als speelgoed toen ik heel klein was. En dan in Parijs zelf. Het was de tijd van de... We gingen elke keer in de wijk, mijn broer en ik, naar de bioscoop op de hoeken. Dat was de zondagmiddag, de treat. Met de klein bonbon dat wij hadden om de film te zien. En we kwamen en we zagen een film en dat was de happening van de wijk. Belmondo, Bardot. Ja, Bardot, Brigitte Bardot. Wow. Nee, het was echt ik vond het altijd fantastisch. Ik wilde niks anders doen. Ik heb altijd gedroomd dat ik zou een kostuum doen voor film, dat ik zou in film werken en iets is gebeuren. Dat wist je al, dat je specifiek kostuums voor film wilde doen? Ja. Vaak beginnen mensen met de dromen van ik wil acteren. Ik maak jurk, no.
Ik maak jurken voor mijn dolls en ik had die dolls en ze spelen met elkaar en ze waren. Het is alles wat ik wilde doen. Even toen ik was op school, ik maakte truien voor de schoolmeisjes en ik verkoop ze. Ik was al echt goed. En zo heb ik altijd mijn zakgeld voorzien. En ik was altijd in het. En mijn ouders waren in textielen. Dus dat was het familieleven. Ja. En ik wilde niks anders doen. Nooit. Maar toch lees ik in je biografie dat je talen bent gaan studeren. Ja, ik ben een leraar van Latijn. Nee, maar dat is toevallig, omdat ik moest al wat doen. En dan niemand geloofde dat... Entretemps. Niemand geloofde dat je kon... Ik denk dat als je ouders die werken in textiel, ze denken dat je moet iets anders doen. Dat je moet iets serieus studeren. En ik was jong, dus ik heb het gedaan. En dan ben ik in Elle Magazine begonnen. En toen ik in Elle Magazine was, ik heb een acteur ontmoet. En onmiddellijk ben ik begonnen in film. Ik ben in Elle, denk ik, 4 maanden gebleven. En ik ben meteen in film. Mm-hmm. Ja. Je eerste film in je filmografie is Rode Sien. Oh, dat was mijn eerste grote film in Holland. Ja. Okay. Maar daarvoor had je al dingen in Frankrijk gedaan? Ik had in Frankrijk stage gelopen. Maar in Frankrijk heb je unions. Dus je moet beginnen als een stagiair. Dus ik was een trainee in Sirène du Mississippi, de Truffaut. Omdat ik was vriendin van... Ik was met een welbekende acteur. Dus, en die was toevallig, dat was Jean-Pierre Léo. En hij was de stepson van Truffaut. Dus ik kon gelukkig werken. Die is toch heel beroemd? Léo? Jean-Pierre Léo, ja. Ja, is toch heel beroemd? Ja, no, ja. Ja. Nobody's perfect. Zo heb ik goede stages gedaan met hele goede film meteen. En toen ben ik naar Holland gekomen en ik heb in het begin, ik heb heel veel fotografie gedaan. Wie begint er in Parijs om dan naar Holland te komen? Oh, ik had een man ontmoet, die werkte hier en... De liefde. La vie. La vie. Maar Amsterdam was toen, in de jaren 70, Amsterdam was de stad to be. Amsterdam was fantastisch. Amsterdam was de vrijheid. En Parijs had ik gezien. Dus ik vond Amsterdam de place to be. En ik kwam in Amsterdam en ik heb meteen gewerkt. Dat was de tijd van de Pim de la Parra. Dat was de tijd van de Paul Verhoeven. En... Ja, was fantastisch. Maar hoe kom je dan meteen aan werk? Je komt uit Parijs. Meteen. Niemand kent je? Jawel, ja. Hoe ging dat dan? Pim de la Parra kende mij, omdat hij had mij in Truffaut's kantoor gezien. Ik had al een goede boek. Ik had gewerkt met hele goede fotografen. Dus het was hier geen enkel probleem om in de... Ik heb commercials gedaan, supersnel. En dan... zo heb ik met Frans Wijs ontmoeten. En toen deed hij Rode Sien. Ik heb Rode Sien gedaan. Met hem. We gaan naar een eerste fragment. We gaan vanavond ook een aantal fragmenten laten zien uit films waar je de kostuums voor hebt gedaan. En er is een film uit 1984, Siske de Rat. Dat was lang geleden. Ja, was maar we beginnen... Jaar, we zijn begonnen in Algiers in de jaren 50. Dus we zitten nu al in... We zitten nu al in 1984, dus 30 jaar geleden. Ik ben heel blij om Siske de Rat weer te zien. Ja. Ik kan hier kijken. Oh. Zullen we eerst kijken naar een fragment? Ja. Waar is klomt? Ja, met rust, daar heb je niks gedaan. Waar woon je? Hé, hey, stinker! Vader! Siske. Moet je kaken? Broertjes. Een halve kanaasje. Doe maar. Alsjeblieft. Nou, ga je mee, aan. Hoe heet ze? Jans.
van mij zal vallen. Alles? Alles? Ja. Ga eens open. En? Maar dat is niet klaar, hè? Even hier. Dankjewel. Waarom wil ze eigenlijk dat je een wal was? Ik kan me geen dag missen. Wat wil je daarvoor werk gaan doen? Oh, pak wat ik krijgen kan. We zullen eerst eens met je moeder gaan praten. Zo, kanker heeft te laten. Moest je weer nablijven? Het is mijn schuld dat je zo laat is. Oh, ben je ook weer eens in het land? Zo leuk. Zo leuk, hè, om weer Siska te zien. Zo leuk. Ja, het is een oer-Hollandse held... Siske de Rat uit de jaren 30. Als je die jaren 30 dan gestalte moet geven, hoe ga je dan te werk? Duik je in die periode? Ga je foto's uit die tijd ontwerpen? Hoe pak je dat aan? Het gaat niet over de jaren 30. Het ging over de crisisjaren in Nederland, denk ik. Mm-hmm. En de vaak dat zo'n jongetje kan bestaan en dat zijn vader gaat weg. En dan hij is stuk met zijn moeder. En dat de moeder moet in een café werken. Ik denk dat het ging meer over de sociale belegenis dan de jaren 30. Ik had ook... Maar mensen droegen petten, dus daar zitten we toch lang geleden. Ja, ze droegen petten. Ja, ze konden niet zonder iets zonder hoofd gaan. Want dat vind ik ook iets... Het is niet alleen dat het is iets van de periode, maar het is iets dat hoort erbij. Dat is een belt die... Ik zag niet lang geleden een stukje van een film van de jaren, een Amerikaanse film van de jaren 50. Dit gebeurt in de lift. En een man komt uit of de. Iemand is in de lift met heel veel pakjes en een vrouw komt binnen. En elke man doet de hoed uit. En het is één iemand die heeft een man, die heeft zoveel pakjes in de hand en ik kan zijn hoed niet uittrekken. En dan de vrouwen kijken aan hem zo. En hij moet een pakje op de grond en zijn hoed uitdoen. En dan denk ik, nou, als je zou. Het tussendoor, ze zijn wat 30 jaar. Want bijna de jaren 70, 80, niemand droeg een hoed meer. Maar dat is dus een scène, je trekt de komiek van de situatie met de hoed. Dus de hoed hoort erbij. De fact dat je droeg een hoed is een fact van de civilisatie. Je kan niet zonder doen, begrijp je? Mm-hmm. Dus ik vond dat in het geval van Siske, zonder de hoed, hij was gewoon niet Siske. Hij was heel trots op zijn hoedje. Hij droeg zijn hoed. Hij was er zo blij mee. Hij was Siske. Maar ik kan me niet herinneren, hij was zo'n klein jongetje. Hij was zo klein en zo mager en zo tender. En zo charismatisch, valt me nog eens op, hoe hij kijkt. Die accent. Ja, ik vond dat heel raar praten. Ja. Maar die accent van hem, dat was zo charmant. Dat was zo charmant. En ik keek zo aan jou, zo een beetje hoog. Hij was echt Siske. Ja. Vanaf welk stadium ben jij bij een film betrokken? Wanneer word jij gebeld? Zo snel mogelijk. Mm-hmm. Ja, snel. Ik ben belangrijker dan je denkt, hè? Ik begin daar met een seconde minder aan te twijfelen. Nee. Nee, maar het is waar. Je bepaalt mee het karakter van de held en van de schurk. Nee, het is niet dat. Is dat de wat is de meest betaalde mensen aan de films zijn die acteurs. En omdat ze zijn zo duur, ze moeten goed uitzien. Ik denk niet dat het heeft wat te maken met mijn talent, maar met wat een acteur kost.
Dus als je hebt... Ik werk nu met Jennifer Lawrence en ze is worth 20 miljoen. Dus als 20 miljoen komt binnen en je bent een producent... die denkt, beter dat ze goed uitzien. Dus, daarom ben ik snel gebeld, denk ik. Je hebt eigenlijk gekozen voor de meest onmisbare functie binnen de cinema. Wat is de meer... Ja, of de minst misbare, in die zin de belangrijkste, ja. Oh, iedereen is belangrijk. Mm-hmm. Iedereen is belangrijk, want het is zo'n soort catching werken. Kijk, als je voor niet, als iemand trekt niet de licht aan op het juiste moment, of als je bent niet opgehaald in de ochtend op de juiste tijd, of als iemand... Het is zo, ja, iedereen is belangrijk. Wat ik me ook afvraag... Of als je bent niet de catering slecht is en iedereen is ziek, dan is ook belangrijk. Dus iedereen is erg belangrijk op een film. Mm-hmm. Wat ik me ook afvraag, je hebt uiteraard de hoofdpersonages. Maar er cirkelen altijd soms honderden. Straks komen we Harry Potter, daar heb je die hele school. Je hebt, moet je voor al die mensen, ja. Die vallen onder jouw verantwoordelijkheid? Ja. Elke figurant beslist jij? En weet je wat er is? Op een zee van 500 mensen, die 500, die 490 die zijn goed aan het gekleed, die ga je nooit zien. Maar als eentje heeft zijn petje vergeten, die ga je zien. Dus eigenlijk, je bent altijd aan het kijken voor die achter, die denkt, ik ga mijn telefoon gewoon lekker checken, en die niet perfect is. En die ga je altijd herinneren. De Romeinse soldaat met een horloge. Oh, als het was alleen die horloge. De broodje onder de tuniek. Je hebt geen idee wat je meemaakt als je hebt een heel leger. Je hebt die broodje, je hebt de wijn, je hebt de telefoon. Je hebt, oh. Was het allemaal en alleen die horloge voor. Maar je bent bij de opnames van een film, ben je er altijd bij? Ja, het zou heerlijk zijn als ik zou kunnen weggaan voordat het begint. Maar zo is het niet. Ik moet er zijn. Ik moet de blaam kunnen nemen van wat fout is. Want je werk is eigenlijk af als de opnames beginnen. Dan heeft iedereen ja, zijn pak aan. Vier maanden ervoor, mm-hmm. Ja. En dan daarna en dan tegelijk. Omdat je bent nooit klaar als je begint. Omdat de script is altijd veranderd 2 weken voordat je komt. En 2 weken daarna. En dan kom je andere scènes erbij. En dan zijn nieuwe dingen. En dan de film ontwikkelt in zichzelf. Je kan alleen planeren de format. Het is nooit zo. Dan dingetje gebeuren. En dan je denkt, oh, dat gaat goed zo. Dus je doet iets anders. En dan, nee. Mm-hmm. Het is een werk in progress tot die eind. Een film, nog een Hollandse film die je hebt gemaakt, meegewerkt in 1995, Hoogste Tijd, met Rijk de Gooier. Ik zag je gisteren met 10 mensen in de zaal. Vechten tegen de jetlag met 10 mensen in de zaal. En ik dacht, we stonden net in de coulissen en Jeannie zei tegen mij, het is niet vol. Gisteren was het vol en nu is het niet vol. Nee, omdat ooit gisteren heeft een volzaal gehad. Dus ik dacht, ik wil niet minder mensen hebben. Nee. maar het is zo dat als ik hun was om vrijdagavond om 11 uur, ik zou ook niet naar Hoogste Tijd gaan, to be honest. Maar het is een fantastisch film. En het is de camera van Robbie Muller. En het is zo'n kunstenaar. En ik zag dat film. En het is een prachtig film. En Rijk. Rijk en Kitty Courbois hebben een dansje op een bepaald moment. En het is zo leuk. En het is zo fantastisch. Wat een performance, die twee. Nou, ik vind het een fantastisch film. Als je terugkijkt op de Hollandse film uit die tijd, is er een verschil? Denk je dan van, goh, wat ging het er toen toch nog? Ja, ik zag die aftiteling en ik zag dat ik had 3 mensen met mij voor de kostuum en ik heb nu 55. En ik dacht, hoe heb ik dat kunnen doen met 3 assistenten alleen? Dat kan ik me niet voorstellen. Ik was heel verbaasd. Maar kon, dus. Het kon. We zien Rijk hier met een cape. Een cape die is niet in de tentomstelling. Ja. Die heb je bijgehouden? Ik had dat cape houden omdat Rijk was zo trots op dat cape. Het was voor Rijk de Gooier ook. In zo'n scène in Hoogste Tijd. Dan Rijk komt uit en we zijn op Leidseplein. En ik kom uit in een carriage.
En Rijk was zo blij. Hij was gewoon in een carriage. Om, dan we draaiden misschien op woensdagavond. Maar de Leidseplein was vol. En hij was in dat carriage. En hij voelt zichzelf een superstar. He loved it. Ja. Hij was een lastig mens om mee te werken. No. Wordt gezegd. No. Hij was dronk of niet dronk. En als... En als hij niet dronk was, was hij lastig? En als hij niet dronk was, hij was fantastisch. Als hij dronk was, dan mocht je niet met hem praten. Anyway, dus... No. Ik vond hem geweldig. Ik heb heel veel gelachen met hem. Ik heb met hem een vreselijk film gedaan. Ik kan me nog niet eens herinneren, de titel. Het was over... detectie... Het was Wim Verstappen in... voilà, Gebstra en de Gier. Gebstra en de Gier met Rijk de Gooier en Wim Verstappen in de middel van de... in Friesland ergens. Ik heb nooit zo gelachen. Ze waren echt leuk. We hebben een echt leuke tijd gehad. Ik heb veel meer gelachen met Hollandse film dan nu. Nu, ik lach niet meer. Nee. Maar toen, we hadden een echt goede tijd. Ja. Misschien omdat niemand drinkt. Nou, maar het is nu zo serieus, hè? En vroeger was gewoon... Was het meer fun toen? Huh? Het was meer fun? Ja. Het was ook minder serieus. En ook, wat was fantastisch, is dat je draaide een film in 6 weken. Dus je had niet de tijd om iedereen goed leren kennen en het was afgelopen. Nu, je gaat door voor jaren. Dus je moet langzaam erin komen. En het is een soort marathon. Je moet jou streng houden tot het eind van de shooting. Toen je kon lekker dronken worden halverwege, omdat het was bijna klaar. Maar nu, het is echt serieus. Moest je echt samen zijn. Ja. Maar betekent dat ook dat je toen liever deed dan vandaag? Dat het toen leuker was om te doen? Maar het is altijd leuk. Wat in de past is, is altijd leuker dan nu. Hè? Je hebt altijd goede herinnering van wat gebeurde toen. Misschien dat toen was, vond ik ook... Nee, ik vond het nooit vreselijk. Ik vind het altijd leuk. Nee, kijk, met film, ik zeg altijd met film, we hebben geen pensioen, maar we hebben wel de verhalen. Hè? We lachen wel. Ik wil nog even meegeven dat het concept van deze masterclass is dat er ook vragen uit de zaal kunnen komen. Dus als iemand, we gaan dat een beetje bundelen. En u moet dan ook heel goed teken doen, want door het tegenlicht kan ik eigenlijk geen enkele vinger of geen enkel gezicht zien. Dus we moeten dat een beetje organisch oplossen. Maar als er dingen u te binnen schieten die u wil vragen, dan voorzien we daar ook een moment voor. We gaan naar de volgende film, die zeker achteraf bekeken. Hele goede film, hele mooie film, maar die ook erg belangrijk is geweest in je carrière. Karakter. Ja. Ik zag het net, Karakter. Ik zag net de laatste 20 minuten van Karakter. Wat een mooie film. Ja. Mm-hmm. Oh, superb. Ook weer de jaren 30? Nou, 20, 30. Mm-hmm. Het was Once Upon a Time, toen. Toen. Ja. Het was, we hebben een mix gemaakt. Ik heb een mix gedaan tussen de 20, 30. Ik wilde laten zien, van de sociaal context van de film, het moet gebeurd zijn tussen de 20 en de 30. Omdat de karakter van de hoofdrol moet in de past zijn. Maar precies wanneer, dat hebben we nooit echt gezegd. 20, 30. Was je onder de indruk van het script? Weet je dat nog? Ja. Ja. Maar het is ook Mike van Gym. Omdat ik had met Mike van Gym Pleidooi gedaan, ja. De televisieserie Pleidooi gedaan. En ik had met hem... Oh, Mikey. ik had zo goed met hem gewerkt. Hij was zo clever. Hij was een soort regisseur die vertel je... die vertel je zoveel over de karakter dat je bent totaal verloren. Maar hij had een soort intelligentie. Zo'n sharp intelligentie. Hij was echt een psycholoog. En dan ik zei, hij vertelde heel veel over de moeder. En dan aan het eind, ik zei, dus je wil een sjaaltje, ja? En hij zei, ja. Ik zei, oké, fijn. Dus dat was na 2 uur van uitschrijving van welke karakter ze had en dat. Maar het is een man met wie ik heb heel, heel leuk gewerkt. Heel clever jongen. Zijn er wel eens films die je weigert? Pardon? Zijn er wel eens films die je weigert, waarvan je zegt... Nee, ik heb het script gelezen, dit wil ik niet doen. Ja,
Nu. Of altijd. Als ik vind de script niks, dan doe ik het niet. Omdat je moet toch bijna een jaar mee werken. Dus life is too short. Nee. Ja. Nee, dat doe ik niet. Ik heb nu wilde bijvoorbeeld nu naar Bond. Je was toch een jaar werken. En heel zwaar. Ik dacht, ik wil niks meer doen. En toen ik kreeg de script van Passengers, wat ik nu aan het doen ben. En dat was de mooiste script dat ik had gelezen in jaren. En daarom heb ik het gedaan. Ik vind dat de script is een van de belangrijkste. De script en de regisseur. Ja. Wie gaat het regisseren? Omdat je moet toch tussen zes en de betrokking is zo intens. Dat moet je het leuk vinden. Zijn er wel acteurs of actrices waarvan je zegt, nee, met die nooit meer? No. Ja, dus. No. No, omdat ik denk altijd, kijk. Ze verdienen wij, het werk. Zijn wij en je hebt acteurs. Hè? De acteurs zijn. Het is zo, ik krijg altijd dat verhaal. Wij maken de monster. Omdat je hebt iemand die komt. Heel normaal iemand. Een actrice die komt. Ze is leuk. Ze is bang. Ze heeft de eerste een auditie gehad. Is te paard en ze is zo blij. En vanaf het moment dat ze komt binnen en dan de film is afgelopen, je hebt een monster van gemaakt. Ik zie dat elke keer. Komt iemand die leuk is, die kan zelf een schoenen aantrekken, wat ze doet elke ochtend. En dan als ze bij ons is voor een maand, dan kan ze niks meer doen. Ze verliest haar tas, ze verliest haar telefoon, ze kan nog niet eens een paar schoenen houden. Ze is daar, moet je achter haar lopen, moet je tegen haar zeggen dat ze moet niet eten als ze een dure jurk aan. Je moet zeggen dat ze moet drinken met de stro. En dat doet ze, dat heeft ze voor 30 jaar alleen gedaan. Maar de minuut dat je behandelt haar als een star, gebeurt iets. En ze wordt een klein monstertje. Dus zelf met mannen, hè? Dus is hetzelfde. En dat is een star worden. Dus ik denk dat... Je wordt eigenlijk tot capsones opgevoed. Nou. Zie hoe je dat hè? Nou. Dat is een star worden. Het is niet capsones, het is een star worden. Een star. En dan je provoceert. Maar is dat ook niet heel Amerikaans? Nou. Is dat ook geen verschil tussen... Nou. Het is niet alleen Amerikaans, het is everywhere. Mm-hmm. Je creëert de ster, dus je gaat acteren als een ster. En geloof me, je komt een gewone man binnen en dan je maakt een monster van. En dat wordt je star. En dan kan je vragen 20 miljoen voor een film. Zonder enkele schaal. Ja, dat zit. Ja. Maar oké. Okay. Popstars zijn nog erger, heb ik gehoord. En politiek man zijn nog erger. Dus ik ben blij met mijn filmster. Hoe was Jan de Kler? Heel leuk. Ah, dat is geen ster. Ik denk dat hij is nog in zijn socialist collectief. Ik had met Jan, de eerste keer dat ik heb met Jan gewerkt was Siel de Strandjutter. Dus je was nog niet eens geboren. In de jaren 70. Ik was nog niet geboren. Ja, ik was geboren, oké. Maar Jan was zo'n leuke mens. Toen kwam hij met de hele Vlaamse collectief. Oh ja, je bent Vlaam. Ja. Hij kwam met je ding en dan ging je zingen s'avonds in Terschelling. Terschelling, dus met... ze hebben drie namen in Terschelling. Hè. Je hebt Jansen, je hebt Fries en je hebt wat. En iedereen noemt dat. Dus als je hebt Lies van Figuratie, je weet niet wie is wie, want ze hebben allemaal dezelfde naam. Hè. Ja. Dus het is heel confusing. In Volendam, zoals in Volendam allemaal Veerman heten. Ah bon? Ja. Dus Jan is een fantastiek mens. Is een hele leuke man. En hij is nooit veranderd. Hij is nooit niet zo. Ik krijg altijd, en hij heeft altijd een vrouw die jonger is dan de vorige. Ik zag je. We hebben het over dezelfde, ja. Ik ken hem. Je kent hem toch? Maar hij is een hele leuke man. Die was altijd een schat. Is er wel verschil tussen acteurs qua veelijzend zijn naar jou toe dan? Nee. Zijn er acteurs die zelf ideeën hebben en die... Ze hebben heel veel ideeën. Ze hebben altijd ideeën, gelukkig. En soms hebben ze goede ideeën en soms hebben ze slecht ideeën. Maar ze hebben altijd ideeën.
Je moet het respecteren. Mm-hmm. Je moet het respecteren en je moet van de idee... bijvoorbeeld, Daniel Craig heeft altijd hele goede ideeën. Omdat hij weet heel veel van kleding. Hij heeft de kunstacademie gedaan. Hij is fantastisch om mee te werken. Hij brengt heel veel... Kijk Daniel, hij zei tegen mij... De pochette was zijn idee en dat was een hele goed idee. En dan, ik kom altijd met ideeën en het is fantastisch om met hem te werken. En je hebt mensen met wie iets minder leuk te werken. Maar bon, c'est la vie. Ah. Voilà. Want je zit eigenlijk tussen de eisen van, ja, van het script, van de regisseur, ja, van de acteur, je eigen smaak. Wie hakt uiteindelijk de knoop door? Oh, dat is politiek. Ik heb een regisseur die zei tegen mij, ik zie hem een beetje ruf, een beetje bon. En dan komt een acteur binnen die zei, deze keer ik wil gewoon naar zijn Denzie uitzien. Omdat ik denk dat ik heb zoveel... De man is gekast omdat hij is ruf, hè? Daarom is hij gekast. Maar hij is groot en ruf. En hij zegt, deze keer ik wil totaal niet anders zien. Ik denk dat het is goed voor mij om de feminine kant van mijn karakter te laten zien. En ik wil allemaal polish uitzien. En ik denk, oh. En dan in middel. Je moet een grond vinden. Kom jij met je burgeroorlog ervaring? En dan je denkt, ja, misschien ga je een overhem dragen zonder stropdas. Ja. En dan dat shit. Het is altijd... Ik denk dat de moeilijkste is jouw ideeën niet te verliezen, de gang van jouw ideeën. Blijven gewoon door om wat je denkt goed is. En vechten tegen... omdat kijk, op een studiofilm heb je 5 producenten. Die hebben allemaal een ander idee dan die andere. En je hebt heel veel mensen. En je moet... Gewoon denken, dat wil ik en dat is goed. En ik geloof dat dat is wat dat karakter nodig heeft. En je moet heel sterk voor jou... En je moet gewoon voor jou idee verder. Omdat at the end van de day, wat komt on screen... is die enige dat je gaat zien. Mm-hmm. Kan jij nog naar een film kijken, gewoon? Of kijk je toch als costumière? Kijk je toch eerst naar wat hebben ze aan? Wat hebben ze ermee gedaan? Ja. No. Als je kijkt aan de kostuum, dat bedoelt dat de film niet goed is. Je moet niet aan de kostuum kijken. Je moet de feeling van krijgen. Je moet de generaal feeling van krijgen. Als je kijkt aan de kostuum, dat bedoelt dat iets is niet goed. Een kostuum is een prolongatie van een karakter. Is niet een karakter. Je moet niet denken, oh, wat een prachtige rode jas. Nou, dan die man heeft gespeeld van niks. Hè? Je hebt al zijn jas gekeken. Hey, oh. Voor niks een monster gecreëerd. Ja, voor niks. Ja. Dan krijg je naar huis. Nee. Dan moet je moet denken, dat man is perfect zoals hij is. Hij is echt, Zijn er mensen in de zaal die tussendoor al iets willen vragen aan Gianni? Ik zie denk yes, ik daar arm in de lucht gaan. Yes. Heb je een opleiding gehad in de molen of in de kunst of niet? Opleiding. Nee. Ja, van ja en nee. Ik heb in de baccalaureat 3 extra punten gekregen om, met de optie couture. Dus ik kon heel goed naaien. En ik heb bij mijn vader elke zaterdag gewerkt en hij had prêt-à-porter merken. Dus ik was opgegroeid erin en ik kon altijd heel goed naaien en doen. En dan, het was altijd wat ik deed. Maar het was niet mijn opleiding. Maar ik heb wel literatuur gestudeerd. En ik denk dat als je kan de script goed analyseren... en als je kan de ideeën van de script pikken, dat helpt je. Dus ik denk dat ik ben wel heel geholpen met wat ik heb gestudeerd. Dat heeft mij geholpen in wat ik nu doe. Ja. Nog iemand? Ja? Sorry? Waar leren tekenen? Oh, ik teken erg slecht. Genoeg. Enfin, ik teken, ja. Maar wij hebben... ik teken meestal de sketch rough om te laten zien wat ik wil. En die zijn genoeg om de kostuum te laten maken en de kleur te laten zien van wat ik wil. Maar we hebben daarna een speciaal illustrateur om voor de studio
de kostuum te exposeren en zo. Dus wat we doen meestal, wat, niet alleen ik, maar iedereen. Je doet jouw gewoon sketch voor de workroom en voor de regisseur. Die zijn heel primair en heel gewoon. En dan komt halverwege in de film een illustrateur die gaat een mooie tekening maken op de kostuum die zijn geworden, die zijn in de film. En die gaan blijven voor de archives van de studio. Ik zeg daar nog een. Jij zei net dat je minder. Nou, geen plezier, dat het serieus is voor. Heeft dat te maken ook met dat je naar Engeland bent getrokken of niet? Heeft dat met de Engelse industrie te maken? Ik heb niet. Dat het serieuzer geworden is. Heeft dat ook te maken met Engeland, Amerika versus Nederland? Ja. Ja. Het gaat ook over misschien dat in de jaren 70 en 80 we waren minder serieus dan nu. Of misschien was ik jonger. Ik weet niet. Het is nu serieuzer geworden, omdat de films zijn duurder. En dan de attitude tegen de film is misschien meer businesslike. Ik voelde dat toen ik deed de Hollandse film, ze waren niet zo duur film. Dus de attitude was nog steeds een beetje... En Holland is gezellig. Alles is gezellig in Holland. De Engelsen zijn veel minder gezellig. Het werk. Je werk. En in Amerika, even als je niet werkt, je moet doen alsof je werkt. Dat is de attitude. Productiviteit, seriousness. Maar in Holland, ik vond de hele cultuur, misschien de filmcultuur van de jaren 70 en 80 was veel looser dan wat ik nu meemaak. Ja. Is dat jouw vraag? Dat was het. We gaan naar Harry Potter. Ja. Hoe komen de mensen, het team van Harry Potter terecht bij iemand die tot dan toe eigenlijk alleen Hollandse films heeft gekostumeerd? Ik bedoel, waarom kwam ik erin? Hoe kwamen ze bij jou terecht? Oh, voor twee redenen. Eerst, ik had een film gedaan in Engeland. Die heette Gangster No. 1. En die was geproduceerd bij Norma Hammond. En Norma Hammond is de moeder van David Hammond. Die is de producent van Harry Potter. Dus ik was al in Engeland en ik had al één of twee BAFTA gewonnen. Dus ik was al in Engeland. En dan de Norma zei tegen David dat ik goed was en dat hij moet mij ontmoeten. Maar Alfonso Cuarón kwam om de Prisoner of Azkaban. En hij had karakter gezien. En hij vond de kostuum van karakter perfect, omdat je ze niet Het was hem opgevallen dat je ze niet zag. Ja, maar dat is een kunst, dus, hè? Om 600 kostuum te ontwerpen dat niemand ziet. Dat vind ik wel wat hebben. En Alfonso zag de kostuum en hij heeft mij gebeld. En dat was het begin van de hele long relationship met Alfonso. En hij zei, ik kwam binnen en dan, ik kan me nog herinneren dat mijn agent belde mij en zei, je hebt een afspraak met de Mexicaans regisseur die gaat Harry Potter doen. En ik zei, wie is dat? Dat was Cuarón. En ik had net die Tu Mamá También gezien. En ik zei, die is de man, die heeft die Tu Mamá También gezien. I'm running. En ze zei, als je krijgt Harry Potter, dat is fantastisch, Jenny. Hij zei, I don't give a shit. Als ik ontmoet Alfonso Cuarón, dat is fantastisch. Omdat als ik heb gewoon een uur met zo'n cinematografiek genie, is worse, met zijn liefde, is de eind van de wereld, hè, van Londen. Dus ik dacht, it's worse the trip up and down. Ik wil gewoon de man ontmoeten. En ik ontmoette Alfonso en we begonnen te praten over Harry Potter. En hij zei, ik zeg, is gewoon een jongetje, hij moet gewoon een t-shirt dragen en een hoodie. Is gewoon een teenager van Daniel Boileau van de 400 Coups. Zo'n jongetje is hij, is gewoon iemand die kan niet, die heeft een speciaal gift en hij weet niet wat hij moet meedoen. Is een teenager met probleem. En hij zei, that's it, let's do it. En that's it. En we kwamen uit op de kamer. En iedereen wachtte op ons, omdat hij was de nieuwe designer van Harry Potter. En met Alfonso en ik, we waren over cinema aan het praten. Vaak zie je toch dat het team rond zo'n film, dat het dezelfde mensen blijven, ook qua muziek enzovoort. No. Elke Harry Potter,
Na elke Harry Potter, ik heb een andere film gedaan. Omdat iets is zo... Dus ik wilde wat anders doen elke keer. Maar de volgende Harry Potter was een andere regisseur. En je moest nog met Tim gaan praten. En misschien had hij een andere kostuumontwerp zodat hij wilde. Nee. Met elke keer was je was opnieuw gekozen om de volgende te doen. En maar waren ze dan niet tevreden van jouw voorganger? Pardon? Waren ze dan niet zo tevreden met jouw voorganger? Ze zijn tevreden of niet tevreden. De minuut dat komt een andere regisseur... Die wil zijn eigen... Misschien komt hij met zijn andere, met zijn eigen ontwerpster... of hij wil iemand anders hebben. Mm-hmm. Dus ik ben naar 3 casting geweest... voor de 3e, de 4e, de 5e. En vanaf de 5e, het was het zelf regisseur tot die einde. En dan... Zei je meteen ja... Sorry? Zei je meteen ja op het aanbod? Was je er niet een beetje bang? Was je niet een beetje bang voor? Niet zo fel, omdat toen ik de vierde, ik wilde per se doen. Omdat ik wilde werken met dat regisseur. En ik vond de vierde wilde ik doen, omdat het was die met de bal en de... Dat was een leuk Potter te doen, vond ik. Maar, dus maar de eerste Harry Potter? Ja. Was je daar niet een beetje bang voor? Nee. No. Ik was niet bang. Qua opzet en qua... Nee. Ik was niet bang. Nee, ik had andere grote films gedaan. Dat was niet het punt. De punt was dat ik wilde met Alfonso werken. En het was meteen... We waren een team samen. En hij was ook een Mexicaans regisseur die kwam en in Engeland. En ik was een Frans. Weet je wat, we hadden samen iets... Twee outsiders. Wat gaan we doen met die kinderen? We willen niet de Christmas Carol doen, wat die andere Harry Potter waren. We willen echt een film doen. En dan ik kwam uit met ik zei, ik vind de uniform niks. Omdat ik had altijd dat image van de Disney, de Disney-film. Je zei, met doedoem, met die magiek. En ik wilde dat doen. Ik wilde een andere atmosfeer brengen in Harry Potter. En het is gelukt. Zullen we eens kijken naar een fragment uit Harry Potter? Okay. Uit Order of the Phoenix. Ah, dat is een leuke. Dat is de vierde, hè? Ja, de vierde. Surprised the ministry still letting you walk around free, Potter. You better enjoy it while you can. I expect this to sell an Azkaban with your name on it. What I tell you? Complete nutter. Just stay away from me! It's only Malfoy. What do you expect? Hi guys. Hi Neville. What is it? It's what? That. Pulling the carriage. Nothing's pulling the carriage, Harry. It's pulling itself, like always. You're not going mad. I can see them too. Is de vijfde, is niet de vierde. Hè? Ik had een fout gemaakt. Maar zoals je het net aangaf, het ziet er inderdaad veel realistischer, gewoner uit. De echte gewone werkelijkheid dan de eerste films die inderdaad een beetje je meevoeren naar Charles Dickens bijna. Ja, maar het is niet allemaal de realiteit. Omdat die trui dat hij heeft, dat rond draagt met die ruitje. Dat is toch iets speciaals. Maar omdat ik had die trui van Ron, de rest moest rustig zijn. En dan iedereen heeft een kleine hoodie. Omdat je hebt toch de hoed van de wizards. En het was allemaal bedacht. Het was echt... Dat was een enorme job. Maakt dat het extra moeilijk of net aantrekkelijk om te werken... Kijk, als je, James Bond is een volwassen man in elke film. Die leeftijd scheelt niet zoveel. Maar hier zit hij met Harry Potter. En die zie je letterlijk, dat hoofdpersonage, in elke film... groeien, opgroeien en groter worden. Ja,
Dat vond ik een van de leukste van Harry Potter. Om de kinderen te hebben vanaf de 12, 13. En dan ze te laten te zien groeien. Die verhalen, de eerste liefde. En dan konden ze niet met elkaar praten, omdat ze waren in vert. En dan het is wel het hele verhaal van kinderen die groeien. Dat vond ik zo leuk in Harry Potter. En dan, bond, zijn volwassen. Dat is iets anders. Ja. Maar je kan niet compareren. Het is twee totaal andere opdrachten. Er zijn miljoenen fans wereldwijd van Harry Potter. Voelde je een soort van verwachting of druk van die kant? Over wat ga je met Harry aanvangen? Of wat ben je bezig met Harry? Wat was goed in Harry Potter is dat we wisten nooit hoe de verhaal zou ontwikkelen. Omdat we lazen de boeken net voordat de volgende film begon geproduceerd te zijn. Dus we wisten nooit hoe het ging. Wat ging gebeuren? De boeken waren toen al net geschreven. Dus we wisten niet. Dus dat maakt het een beetje spannend. We dachten, gaat hij dood? Gaat hij niet dood? Wat gaat met hem gebeuren? Hoe is dat? En dan de laatste film. Dus ik weet dat we belden J.K. Rowling en we zeggen, moeten we echt investeren in dat karakter? Komt hij in de volgende film? Ja. Of gaat hoe lang blijft hij nog leven? Ja, precies. En dan ze zeggen, nee, hij komt terug. En dan dacht ik, oké, dan is het worse keeping his costume voor de volgende. Maar we wisten nooit wat er gebeurde. En dan dat maakt het ook spannend. Daarom waren we nooit bored on Harry Potter. Want we wisten niet wat ging gebeuren. Maar toen de laatste film kwam en alles ging tegelijk. Er was zoveel probleem in de script van de laatste. Omdat die waren heel veel karakter. Die gingen ver, die kwamen terug, Maar dit was een beetje, ja. De laatste. Heb je met haar, met de schrijfster, met Rowling, wel eens gehad over heeft zij wel eens gezegd van, dat had ik helemaal anders in mijn gedachten? Ik kan me nog herinneren dat toen ik heb de Quidditch veranderde ik had die cape gedaan, die waren heel modern en heel in nylon. J.K. Rowling kwam naar de studio en ze vond het heel leuk. En ze zegt, u begrijpt dat ik heb het totaal anders geschreven. En ik zeg ja, maar ik vind het heel leuk. En ik zei, en dat was de grote tijd van David Beckham en hij was number 7. Dus ik dacht, ik ga number 7 on the cape van de... van Daniel, omdat hij is een superhero en elke kind wil number 7 dragen, dus ik ga dat doen. En ze zei, oh, ik ben ook een fan van David Beckham. Ik zeg, no, I'm not. Heel Engelandisch, dus daarom is hij number 7. Maar ze vond dat leuk, ze had het gezien. Nou, ze is een fantastische vrouw, ze is heel leuk. Heel leuk, zeker Rowling. Ja. Heel clever, of course, ja. Perkamentus, die rol werd gespeeld door Richard Harris. Maar die overleed na de tweede film. Ik kwam daarna. Dus jij had eigenlijk de ruimte om dat personage, ja. Michael Gambon, totaal anders. Om daar iets nieuws van te maken. Ik vond, maar kijk, het is een man die jumpt. Hij is zo vies. Het is iemand dat je ontkleedt om 7 uur 's ochtend en om 8 uur, hij is vies. Van top to toes. Hij heeft zijn breakfast, zijn eerste koffie aan de kostuum. Dus ik dacht, ik ga hem meteen rommelig maken. Dan we hoeven niet hem te veranderen 3 keer voordat hij gaat zijn eerste scène dragen. En daarom heb ik die kostuum een beetje vies en een beetje klauwtje gemaakt. Omdat ze zag. Kom zoals je bent. En ik denk ook, de man is 700 jaar, dus hij moet een spirit zijn. En zo ben ik begonnen met die zijde. En hij is ook een soort hippie. Hij jumpt, hij had altijd zijn roken. Maar de karakter heb ik een beetje opbouw met hem. Met hem. En dan hij vond het heel leuk om iets te dragen waar ik kon mee bewegen. Maar het past ook met een karakter. Dumbledore is iemand die rijdt met zijn studenten. Maar in het begin, we wisten niet wat Dumbledore zou zijn in number 7.
Dat is daarna gekomen. En ik dacht, oh, wat ben ik blij dat ik heb hem zo aangekleed. Omdat eigenlijk is een soort actieman. En, maar misschien heb ik ook J.K. Rowling geïnfluenceerd. Toen ze zag hem zo zitten, misschien ga ik een beetje meer actie geven. En is hij iemand die meedenkt? Of ja, is het gewoon van, ik zie wel wat ik moet aantrekken? Ik denk in a way hij is. Michael Gambon is. Hij is een monster. Hij is zo een acteur. Maar het is wel iemand die zei tegen mij, ik wil mijn jurk kunnen pakken en rennen in de corridor van de school. Dus als je dat denkt, dus ik wil niet iets groot of iets, ik wil iets. Maar ik kan altijd de idee, ik ken Michael goed. En ik zal, het is gewoon een oude hippie. En zo moet je uitzien. En ik heb iemand gekleed als een oude hippie. Een beetje sloder, een beetje vissertje. En dat pakt. Dat is perfect. Hij was vies altijd. Ik zie hem nog. Ik moet zo... I love him. Hij was zo perfect, Dumbledore. Laten we kijken naar een fragment. Dit komt uit... You must be wondering why I summoned you here tonight. Okay. The answer lies here. What you are looking at are memories. In this case, pertaining to one individual. Voldemort. Or as it was known then, Tom Riddle. This vial contains the most particular memory of the day I first met him. I'd like you to see it, if you would. Zijn er mensen in het publiek die nog wat willen vragen op dit moment? Ja? Nou, wat me fascineert is dat kippertje om zo'n baard. Heb jij dat dan ook nog bedacht? Ik was net hetzelfde aan het denken. Of jij daar ook over gaat. Ja, ik heb dat kleine jingeltjes. Maar het was eigenlijk dat de make-up vroeg mee dat de probleem dat je had met de koffie die ontbijt van Michael Gambon op zijn ook was het zelfs met het beweerde. Dus de make-up vroeg mee als ik had niet een kleine sirade om dat vast te houden in verband met de ontbijt, de lunch, de diner, de soupe. Dus we hebben dat ontwikkeld. Dan tenminste de beard was hold. Het was eerst alleen bedoeld voor tijdens het ontbijt? Nou, dat is een beetje van alles, zeg maar. het was een manier om dat beeld vorm te houden. En daarna iets is gewonnen, iets speciaals geworden. Dat was de beelden van Dumbledore. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je hebt zo'n lange beeld dat je wil iets vasthouden, no? Ja. Je hebt een kleine sirade om vast te zetten. Ja. Ik vind het logiek eigenlijk. Ga je ook over zijn bril van Harry? Want die lijkt me ook te evolueren. Nee, de bril van de bril is aan de props. Niet, weet niet. Daar ga je niet over. We kiezen ze, maar ze zorgen voor. Mm-hmm. Laten we naar een ander hoofdstuk gaan. Bridget Jones. En The Edge of Reason uit 2004. Oh. Heb je wat met of tegen 2004? Of? Dat heb ik gedaan net na de eerste Harry Potter. Ja. Na de eerste waarom zeg je... Oh. Ik zeg, dat is zo lang geleden. En het was zo moeilijk, omdat ze was zieker geworden. En ze wilde nooit zichzelf kijken in een spiegel. René Zellweger. Omdat ze was 10 kilo aangekomen. En ze vond het zo verschrikkelijk. Ze was niet blij. Ik denk dat de eerste keer dat ze deed, de eerste Bridget Jones, ze was blij om een karakter te hebben uitgevonden. Maar de tweede keer, ze moest terug in die 10 kilo. En dat vond ze vreselijk. Maar zo vreselijk dat ze kon zichzelf niet meer zien. Dus ze wilde nooit, in een fitting zijn. Ik moest elke dag kleding zo in haar trailer
dumpen en dan ze trekt ze aan en dan ging ze zo. Het was echt vreselijk. En het was heel moeilijk om te werken met die man die had zichzelf. Mm-hmm. Die had zichzelf fysiek zoveel. Maar ze is een ongelofelijke actrice. Omdat ze selon de piste was. In 2 minuten, ze maakt je lachen. De minuut dat ze loopt, de minuut dat ze kijkt. Ze was een ongelofelijk komiek talent. En ik kan me herinneren dat ik had dat muts gevonden. En toen ik heb de muts gevonden, ik heb de hele kostuum gedaan. Omdat de muts vond ik... Ik vond dat dingetje zo, was zo perfect. En dan we hebben we de skipak gedaan. En dat de skipak, ik dacht... Nou, een hele grote bumble in pink. Ik moet wat snijden. En dan, ik wilde iets... En ze wilde nooit wat onttrekken. En wij moesten een stuk van 6, 7 maken van die kleine weesjes. Omdat ze had stunt mensen, van dat ze deed niet die stunt op de ski. Dus, en no way dat ze ging wat doorpassen. Dus op een bepaald moment... Maar ze was verliefd op Jack White, wat ik vertel je. Dus ik verwachtte een moment dat Jack White binnen haar trailer was. Jack White van de White Stripes. Van de White Stripes. Toen was ze mee. En dan, dus ik wachtte dat ze was in een goede bui met Jack White in haar trailer. En ik push de trailer en ik zei, René, wat vind je van die blauwe? Dat is false fur. Want ze was echt into animals. Het bontje. En die bontje, wat vind je dat? En dan Jack smiled. Dus toen ze zei, ja, ik vind dit leuk. Ja, dus poep. We hebben een scene van gemaakt. Dus jij moest Jack aan jouw kant proberen te krijgen? No. Jacques was daar. Hij was niet op mijn kant, maar hij was daar. Hij was daar in de gymlaag. Dus ze was allemaal akkoord met alles. Ja. Was hij een van de moeilijkste? Ja. Maar ze was moeilijk, niet omdat ze een moeilijk mens. In het privéleven, ze was totaal oké. Het is gewoon dat ze kon haar image, de beeld van haar dik, dat kon ze niet tegen. Ze vond het niet leuk om dik te zijn. Ze was nog niet eens dik, ze was echt normaal, die man met 10 kilo. Maar toen ze is afgevallen en ik zag haar in de première en ze was een soort skelet op benen. Ik vond haar absoluut niet leuk. Ik miste de... Weet je wel, de oren de en poten, zeggen wij. Ja, ja, absoluut. En dan, maar in haar hoofd... ze was echt... ze was ook een beetje disturbed, vind ik. Maar bon, in haar hoofd... maar dat heb je ongetwijfeld ook geweldig zien evolueren. De standaard of het schoonheidsideaal. Ik bedoel, een actrice uit 1973... Ja. Ja. Ze zegt Hollywood, hè? En in Hollywood moet je mager zijn. Ja. Toen, in haar tijd. Nu moet je zo muscle zijn. Oh. Ik kan me nog herinneren toen ik heb de eerste keer voor Gravity, toen ik heb Sandra Bullock ontmoette in New York. Ze was bezig met een andere film en ik zag haar en ik moest die ondergoed doen. En het was ook een hele gedoe, maar zo moet veel moet gebeuren met die ondergoed. En ik moest dus die shortjes doen en ik heb met haar 2 uur gewerkt. En ik dacht, oh my god, ze is een gewoon vrouw. Ze heeft de kont en huppen en boeps. En dan ze zei, oh. When you will meet me in 2 months, I will be completely different. En ik dacht, oké, they all say that. Fine. En dan maar 2 maanden geleden, hij was een bodybuilder. Ze was echt vroede om de stunt in Gravity te kunnen doen. Ze had getraind en ze was een bodybuilder. Wat ze heeft gedaan met haar lichaam in 2 maanden was ongelooflijk. En toen heb je René gebeld en gezegd... Nou, René. Ik zeg, kijk wat Sandra doet. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, maar dit is wel wat ze moeten doen in zelfster. Ik kan me voorstellen dat als je niet een supersterk personaliteit zoals Sandra Bullock is een supervrouw. Als je niet een supervrouw, dat dit kan wel werken op jouw personaliteit. Als je een beetje onzeker, ja. Het is zwaar. Ik zag laatste foto's nog van René Zellweger, wat ze met haar gezicht vreselijk. Heeft ik aangericht. Ik vind het zo zielig, omdat ze was een van de best komiek talent dat ik heb ooit meegewerkt. In 1 seconde, toen ze moest onder de ski gaan, hoe ze ging voor de gewone gezicht naar... ik lag alleen toen ik zag haar... in de ski aanzetten. Ze was zo leuk. En wat is met dat mens gebeuren? Maar dat denk ik dat is echt Hollywood. Dat, ja. Mm-hmm.
Zullen we toch met een positief beeld eindigen wat René Zellweger betreft? En even naar een fragment kijken uit Bridget Jones. Oké. Maar ik vind haar een fantastische actrice. Hè? Mm-hmm. This is a holiday in heaven. Told a tiny lie about being an extremely experienced skier. But honestly, how hard can it be? A lot. Very relaxing. Very relaxing. Right. Bar's going up. No, what? Why? Rebecca! What are you doing here? Didn't Mike tell you we were coming? No, he didn't. It's actually me who recommended the place. You know, I've been coming here since I was 11. Really? 3 whole years. Ik vind het fantastisch. Hou je contact met sommige acteurs? Of verdwijnen die met de film uit je leven? Ja. Ja. Met sommige acteurs heb je contact, maar het is hetzelfde met alles in het leven. Soms word je vrienden met mensen en soms word je niet vrienden met mensen. Het is niet dat systematiek elke actrice met wie je gewerkt hebt, je wordt... Ik zie nog steeds de kinderen van de... Ik zie nog steeds de kinderen van Harry Potter. Ik zie nog steeds Daniel Radcliffe. Ik heb met hem Frankenstein gedaan. Dus ik heb met hem gewerkt vorig jaar. Maar is ook, als hij even première, ik ga naar hem, naar zijn werk toe. Emma Watson ben ik nog. Imelmo. Het zijn mensen dat ik nog zie. En ze zijn acteur. Daniel Grieg is een vriend. We houden in contact. En ze zijn mensen met wie je hebt niks mee en dat je verliest. Mm-hmm. Maar het is hetzelfde als je zou werken in een verzekeringbureau. Je bent niet vriendin met iedereen. Leuker toch, maar bon. Ik geef tussendoor even mee dat er een tentoonstelling loopt... met ontwerpen van Janie. En een vierde jaar van mijn leven, dat zie ik daar in één rondje. Ja. Is een zware experience. In het stadhuis hier in Utrecht. Ben jij dan iemand, als je werk, als je terugkijkt naar de vorige 40 jaar, ben je dan iemand die zegt van, wauw, ja, dat heb ik toch maar allemaal gedaan? Of zie je meteen, dat had anders gekund, dat had beter? Nee, ik dacht meteen, wat is zo snel gebeuren, toch? Nee, ik vond het heel leuk. Mm-hmm. En gisteren, ik zag Hoogste Tijd en ik was met mijn man en ik zei constant tegen hem... Heb ik toch goed gedaan, hè? Nee, ik was heel blij. Ik was heel blij mee. Nee. Is misschien goed, maar ik zie heel weinig dingen dat ik dacht. Misschien wil ik nooit de flop zien. Dat is een positieve attitude. Maar wat ik zie, ik vind dat dit is. Ik hou ervan. Ja, ik vind het leuk. Zie je eigenlijk altijd meteen het resultaat? Krijg je ook de affe montage editing toegestuurd? Of ben je altijd bij de première? Of gebeurt het wel eens dat je een film pas jaren later te zien krijgt? Ofwel de laatste bond. Iedereen zei tegen mij, ooit heeft hij het gezien, en is hij weer nu. Maar hij had het gezien en hij zei tegen mij, fantastisch, spekt gezegd, goed, de laatste bond. Die zei, goed. Ik heb je niet gezien, ik hoorde, soms kan je wel dingen zien ervoor. Soms kan je niet dingen zien ervoor. Het gaat over... Hoe het gaat. Soms krijg je wat te zien ervoor, maar het is altijd beter dan als je bent geconfronteerd met de eindresultaat uit de première. Het kan een beetje choquant zijn, maar bon, wat gedaan is gedaan, hè. Want je bent nooit erg blij met jouw werk. Je ziet altijd zingen en je denkt, ik had dat beter kunnen doen. Toch wel, zie je?
Ja. Het vervelend met film is, het is definitief. Bij toneel kan je zeggen, oh, dan doe ik het morgen. Ik stuur het bij voor tegen morgen. Maar dat vind ik echt een migraine. Ik vind het, want ik werk nu... Sam Mendes is een theaterman en het is nooit klaar. En ik denk, oh, op een bepaald moment, het is echt klaar. Want het is continu en je kan niet veranderen. Maar het is wel zo dat... voor mij, ik denk altijd, er zijn 500 possibiliteiten en je kiest voor één. En als je kiest voor één possibiliteit, dat moet iets zijn. En je kan niet zeggen, het had anders kunnen zijn. Alles wat anders kunnen zijn. Dat is geen manier om te denken. Ik hou het van iets die definitief is, ook als het is niet het best. Mm-hmm. Omdat het is wat was gekozen en wat je daar dat goed was op dat moment. En je moet niet denken, het had zoveel anders kunnen zijn. En dat soort van afwisseling die zo theaterachtig is, ik kan echt weinig tegen. Omdat ik denk, ik heb haar in donkerblauw ontgekleed, omdat die andere was in grijs en ik wil die man zien in fuchsia achterkomen. This is my setup. Of course, je had iets in donkergroen. Maar je hebt zoveel andere mogelijkheden. Maar je moet gewoon blijven houden aan die dat je eerst beslist. Omdat ik vind dat instinct is altijd het beste. Ja. Mm-hmm. Je eerste idee, jouw eerste feeling is altijd het sterkste. En vind ik het beste. Je had het net al over een ontmoeting met Sandra Bullock. Ja. Dat was voor Gravity. Ja. Een film die zich afspeelt... Fantastische vrouw. Force de la nature. Ja? Sandra. Ja. Ja, nee, Sandra is... Wat bedoel je daarmee? Je praat altijd over Superman. En Sandra Bullock is een supervrouw. Niks is onmogelijk. Ik vind bij haar... Het is echt... Je zei, Sandra, je moet gewoon hangen, zo, met jouw haps. Ze zegt, ja, volgende week, dan heb ik die haps voor. En ze heeft ze. Want het is gewoon, niks is onmogelijk. Het is gewoon een kwestie van werk en cheerleuk. En we doen het. En ze heeft dat attitude met alles. Je kan nooit tegen haar zeggen, het is onmogelijk of het is moeilijk. Nee, het is mogelijk en je gaat het doen. It's maar ze heeft dat attitude met alles. Het is gewoon in haar. Mm-hmm. En ze is... ik vind haar een bijzonder mens. Maar ook heel leuk. Hè? Ook heel, maar dat positivisme, dat... Zij en George Clooney hangen in de ruimte. Dat is bijna de hele film lang. Ja, maar dat was wel moeilijk, hè, omdat ze hangen echt. Hè. Ze hangen met Sandra met die apps. Hè. Ze had de six-pack zo aan. Ze hangde zo flat. Het lijkt dat het is moeilijk. Enfin, dat het is zo makkelijk. Maar ze hangde echt met de streng van haar apps in elke horizontale positie dat ze neemt. Een zeer zwaar fysieke job. Dus ook George Clooney heeft moeten trainen? Nee, George zat. Ja. George zat en glimlachte. Wat zeg je? George staat? Hij zat op een stoel. Ah, George, nee, hij was minder... zij was die hangde. George zat. Hè. Heel charmant, heel glimlachen. De eerste keer... Ik heb met zoveel kletsters gewerkt. Hè. En meestal, dat is de kletster weggaan. Ze zeggen, adieu, tot de volgende. Maar de eerste keer dat ik heb een kletster, die heeft me een brief gestuurd om me te bedanken voor de job van de kletster die heb voor op Clooney gepast. Ze looked after him voor hem gezorgd voor de 3-4 weken dat hij was on Gravity. En daarna kreeg ik een brief. Bedankt, Janie, voor de leuke job. It was so wonderful to be able that you gave me the opportunity to look after. What? Ik heb dat nooit gehad. Maar hij geeft dat dan. Hij is zo charmant. Hij is heel charmant. Je praat met hem en je denkt dat je bent die enige... Maar hij doet het met man en vrouw. Het is niet alleen voor vrouw. Maar je bent de enige die bestaat. Ja. Ah, ja. En dat je bent zo interessant. En hij geeft je dat... Ik geef je dat. Ik kan luisteren zoals geen enkele man kan luisteren. Oui. Dat gevoel geef je me nu echt wel. Ja.
Zeg maar, dat is Oesje Walt Clooney. Je moet leren te luisteren. Ik zal hem bellen. Ik ga, ja. George, leer het mij. Leer het mij. Ja, ja. Twee acteurs die in de ruimte hangen, in twee ruimtepakken. Dan denk ik, ja, kostuumontwerp. Oh, no, je gaat gewoon naar de NASA. Je haalt er twee ruimtepakken. En daar is Kees. Het was zo erg. Het was zo erg. Eerst omdat ik weet niks van de spacesuit. Maar niks. Niks. Ik moest alles leren van de spacesuit, omdat ik moest ze allemaal weer ontworpen. Omdat als je hebt twee echte spacesuits, je hebt twee Teletubbies. Hè? Dat was niet de idee. Omdat je had Sandra Bullock en George Clooney. Dus ze moesten super glamorous uitzien. Dus ik moest alles leren van waarom je hebt dat pijpertje hier en dat dingetje hier en dat machine hier en dat en dat. Wow. En waarom is het zo? En als ik had allemaal geleerd, wat was de functie van alles? En ik praat ook over de helmet en wat in de helmet is. En toen ik wist dat allemaal, ik ben bijna vergeten. Maar toen ik wist dat allemaal, dan moest ik opnieuw ontworpen. Een pak die was sexier met een helmet die veel groter is. Omdat je kijkt, geen enkele helmet die zo hoog. En dan die cameraatje aan de twee kanten en dan de geluidssysteem en al dat. Dat is allemaal vals, dat is allemaal fake. En dus ik moest zoveel van weten dat ik kon iets anders ontworpen. Die leek heel realistiek en die was absoluut niet. En meestal, als de film afgelopen is en de film uitkomt, ik krijg heel veel e-mail van mensen die vertellen je die meer absurde dingen. En nu heb ik heb een comment gehad van de astronaut digest, maar zoiets, een krant voor astronaut, wat ik zou nooit in mijn hele leven lezen. Mensuel. Mensuel, voilà, de NASA mensuel, of wie gaat dat ooit kopen? En dan, ik krijg een opmerking die zei, de pakken zijn absurd, zijn totaal fantasie, maar very well done. En het was een compliment van een astronaut. Ik heb nooit een astronaut als een fan gehad in mijn hele leven. Maar, dus ze vonden wel dat ik had een goede job gedaan. En ze vonden ook de binnensysteem van de... Don't ask. De binnensysteem van die geluid. Ik weet niet wat ik had gedaan. Ik vond gewoon die pijpertje hier leuk. Maar volgens ze, dat was heel goed gezien. Ook de kleur van de pakken waren jullie niet... De kleur van de pakken, dat was ook een verhaal. Omdat de GOP, ik ben blij dat het ooit werd is. Maar de GOP was Chivo. De camera, het is een superstar, Chivo. En geen enkele witte was goed. Omdat de wit zijn altijd te licht. En je had de wit binnen en de wit buiten. Dus ik heb, no joke, 50 shades of wit. moeten aan hem laten zien. Omdat dit was dus wit met grijs achter, vies met bruin achter. Wit, een beetje beige, wit. Voordat hij blij was met de wit van de inside leert en de wit van de buiten leert. Dat was een nachtmerrie, dat wit. En voor Sandra, het was beige, dus dat was fijn. Hij was zo blij. Maar die wit van hem, een nachtmerrie. Komt hij dan ook elke keer zelf? Nee. Ik kwam alleen toen alles klaar was. Ik ben naar hem geweest. Hij draaide in Detroit. En ik ben een tijdje in Detroit gebleven voor die doorpas voor hem. En daarna, hij kwam terug en de park was klaar. En hij stepte erin en dat was het. Ja. Maar het was ook... iets anders dat we hebben ontworpen in dat film. En dat was een speciaal pak met een soort vasthouding. Omdat ze moesten beweren op een bepaalde speed. Mm-hmm. En dat doe je niet, dat doe je één keer, twee keer, maar je doet niet constant op zo'n lange draaitijd. Dus... ze hadden een speciaal pak, die was onder dat, waar de bewering waren op elastiek met tension. Dus elke bewering dat ze doen, was eigenlijk vasthouden met het systeem van de elastiek die in de onderpak was.
En dat was om te controleren, omdat Gravity iets te voelen. Oh, het was een migraine, dat ding. Oh. En nu ben ik nog spaceshoot aan het ontworpen. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja. Zijn er tussendoor mensen die iets willen vragen over hoe goed George Clooney kan luisteren? Dat is alles wat je hebt begrepen in de verhalen. De rest was allemaal ik onthoud, weg. Ik neem alles mee waar ik kan van leren. Hallo. Ja. Je bent natuurlijk gewend om dan met stoffen te werken. Maar hoe maakt het dan zo'n helm en zo? Wat zegt... U bent gewend om met stoffen te werken, maar ja. Zo'n helm. Met wat? Zo'n helm. De helm was gedaan bij de props. Dat heb ik niet zelf gemaakt. Maar ik heb iets getekend. Omdat het moest veel groter zijn dan een normaal helm. Omdat je moet zo kunnen zien van profiel. Dus de helm heb ik getekend. En de binnenhelm heb ik ook getekend. Om de witte. De witte van de binnenhelm is een beetje groter dan de normaal is. De normaal de NASA is zo groot hier. En hier heb ik het zo gedaan. Dan om meer licht in de ogen te kunnen geven. Maar dat was daarna gefabriceerd bij de propsafdeling, omdat moet licht erin komen en zo. Bij Neil Armstrong zag je alleen zwart. Huh? Bij Neil Armstrong zag je alleen zwart. Oh, bij Neil Armstrong het zat er niet zo uit. Hè? No. We gaan naar wat misschien wel toch de meest indrukwekkende mijlpaal in je carrière is. Bond. Tada, moet je de Bond. Muziekje doen nu. Zullen we eerst kijken naar een fragment? Ja. De opening van Skyfall. W7, are you all right? Just changing carriages. What's going on? Report. Rather hard to explain, Mark. W7 is still in pursuit. Ze hebben 4 maanden dat zijn gedraaid. Hè? Je 4 maanden? 4 maanden. 4 maanden was de tweede unit in Turkije. In 4 uur van civilisatie. Met dat trainen. Ja. En dan Bond kwam. En dan Daniel kwam de laatste week. Hè? Herinner je je nog het moment dat ze je daarvoor belden? Of hoe contacteerden ze jou? Hoe kwam jij te weten, ze willen mij voor James Bond? Wat bedoel je? Het telefoontje, mailde ze jou, belde jou. Weet je het moment dat jij hoorde, ze willen mij voor James Bond. Oh, dat... Ik wist dat Sam Mendes wilde met mij werken, omdat ik had een andere film al met Sam, handelen. En dan de film ging niet door. Dus ik wilde dat Sam Mendes wilde mee werken. En dan... was een flash forward. En dan, ik had gehoord dat ze wilde mee. En dan, ik moest naar New York gaan om Sam te ontmoeten. En ik was aan de gym in die ochtend. En ik was aan het fietsen. En ik hoorde dat MGM ging failliet. Dus ik dacht, tja, ik denk dat mijn trip naar New York is canceled. En mijn trip naar New York was canceled. En dat was jaren geleden. En toen MGM ging beter en begonnen weer Bond. Ik dacht, nou ja, dan moet ze me bellen nu. Omdat de eerste keer, dat was dus afgezegd.
En ik kreeg een e-mail van mijn agenten. Die zei, ze wilde mij ontmoeten. Dus ik zag haar samen. En fantastisch, heel leuk, fantastisch. En hij zei, aan het eind van die afspraken, hij zei tegen mij, je moet Barbara Broccoli ontmoeten. En ik dacht, ja, absoluut, ik wil haar ontmoeten. Want je denkt altijd, ik krijg de job of niet, je hebt toch een legend ontmoeten. Dus is toch worth it. En ik kreeg van mijn agent de telefoonnummer van Barbara Broccoli. En haar mobile number ended by 007. En ik vond dat zo cool. Ik dacht, ik wil iemand ontmoeten whose telefoonnummer ended by 007, toch? En dan ik belde Barbara en ik zei, I want an appointment with you, but tell me, if I'm doing Bond, will I also have a mobile number ending by 007? And she said, yes. I said, okay, I'm doing your film. En ik heb de film gekregen. Ik had gehoord dat ze wilde mee en ik wilde ze, dus het ging goed. Was je een Bond-fan? Ja. Altijd. Ik vind James Bond de leukste superhero die bestaat. Ik vind de man die gaat zo door en ik vind het perfect. Ik vind Bond superb. Wie is je favoriete Bond? Daniel Craig. Ja. Ons laatste album. Daniel is my baby. No. Sean Connery. Sean Connery en Daniel Craig. In de traditie van Sean Connery. En ze zijn twee verschillende fysiek. Mm-hmm. Maar qua personaliteit, als je ziet Sean Connery en als je ziet Daniel Craig, zijn dezelfde soorten mannen. Ze komen van dezelfde milieu. Sean Connery is van Scotland. Yeah. En Daniel is van Liverpool. Maar die twee zijn middelklas jongens. Die zijn gentleman, English gentleman geworden. En die zijn zo English gentleman geworden dat ze zijn meer English gentleman dan een echt English gentleman. Maar ik vind dat proces, die twee moeten wat worden. Je weet dat Ian Fleming, toen Ian Fleming hoorde dat Sean Connery zou de paard doen, hij zei, oh my god, hij is gewoon de zoon van een milkman from Scotland. Of een Irish, of zoiets, maar zoiets not done. En dan ze zei, well, I need to do two things with him. I take it to my private club and I take it to my teller. En dat heeft Ian Fleming van Sean Connery en James Bond gemaakt. Dus ik dacht, de club hoef ik niet meer, omdat, maar de teller kan ik wel doen. maar Daniel is iemand die kan heel goed aankleden. Die heeft een heel goed idee van wie hij is. Bij James Bond gaat het er ook niet over om één pak te ontwerpen. Nee. Je hebt de James Bond die nog schoon is, het pak. Maar het is gewoon een look, het is een concept. Uh-huh. Toen ik kwam on Skyfall, ik zei tegen Daniel, ik wil je een andere image geven. Veel kleiner, veel dichter, veel meer, veel physical, fysiek. Dat je kan jouw lichaam zien. Hij heeft een prachtig lichaam en hij werkt zo hard op dat lichaam. Hij werkt 2 uur per dag om de spieren te kijken. Dat moet toch laten zien. Ja. Toch? Ik bedoel, als je rijdt, je kijkt de benen, de kont. Heeft hij zo'n afgetraind lichaam? Ja. Heel veel, heel hard. Kijk. Zie je de spieren in de... Dan moet je toch een pak hebben die laat dat zien. Hè? Vind ik. Ja? Maar wat ik bedoelde met... Het is meer dan... Tussen Clooney... Ik ga niet slapen vandaag. Tussen Clooney... Kan hij ook zo goed luisteren? Nou, kijk. De tijd dat hij workout, ik denk dat ik kan aan jou luisteren. Nee, wat ik bedoel... Het is meer dan één pak. Je hebt James Bond... Je hebt de James Bond die hier piekfijn poseert. Je hebt ook de James Bond die helemaal bestoft uit een groeven klimt of die uit een brand komt. Ik bedoel, het kostuum moet er bij wijze van spreken in 30 van. 30? We hebben 30 pakken van alles. Dus, ik laat dat op de kant. We hebben 30 pakken van. Dus we hebben de schoon en we hebben de beetje vies en we hebben de hele vies en we hebben de hele vies. Dus we zijn in vier steps.
En dan, we hebben de pakken voor de stuntman en die andere stuntman en die andere stuntman. Want je hebt een stuntman die is goed in toe motorrijden. Je hebt een stuntman die kan in de vuur gaan. Je hebt een stuntman die kan luisteren. Dat auto rijden. Luisteren. Nou, geen luisteren. Geen enkele? Nee, ze zijn niet betaald om te luisteren. De stuntman. Ze zijn betaald om de laatste auto in spectre. Het was zo een ongelofelijk de auto te rijden. Je moest een speciaal iemand hebben voor dat. Mm-hmm. En die kwam met... Het was een auto van een miljoen. Die was speciaal gemaakt. Dus kwam een speciaal stuntman om die auto te rijden. En dan... Hij heeft het gedaan voor 5 seconden. En daarna kwam iemand om die auto te rijden. Maar ook de maat verschilt, hè? Ja. Al naar gelang wat hij doet. Die zien dat ze lijken allemaal erop, maar omdat de pak zijn zo geajusteerd en ze zo op maat gemaakt, dat je moet voor elke stuntman een nieuwe pak maken. Maar ik bedoel ook bij Daniel zelf. Als hij op een motor zit, ja, is zijn broek langer. Ja, de broek is langer en de mouwen zijn langer. Omdat hij dat zo... Ja. Ja. Nee, het is gewoon geajusteerd met de stunt. Hè. Of hij heeft een plaak achter, of hij heeft... De pakken zijn gemaakt voor de stunt dat hij moet doen. Daarom we hebben we zoveel van. Mm-hmm. Dus wij hebben elke pak heeft een leven. En als we hebben een pak... En we draaien ook met 3 units tegelijk. Hè. We hebben de eerste unit en de tweede unit en de derde unit dus tegelijk. Dus toen we waren voor Spectre, toen we waren in Londen, ze waren nog steeds in Austria. Dus je moest die kostuum in Austria laten. Dus je moest de Bond kostuum in Austria laten met... misschien heb je de scène van de spectre van de nieuwe Bond gezien, maar ze zijn met hun aeroplane. Nou, je hebt een speciaal stuntman, die is pilot en dan die heeft de kostuum van Bond, maar op een andere... Dus daarom heb je zoveel van. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar de geld gaat. Want je zegt, waarom het kost zoveel? Het kost zoveel omdat je hebt zoveel dingen dat je denkt, het is een pak. Het is niet een pak, het zijn 30 met verschillende maat en verschillende uitvoering. Laten we even kijken naar het pak van de Bond Girl. De Bond Girl is eigenlijk even iconisch bijna sinds Ursula Andress als James Bond zelf. Ja, nee, ze zijn een beetje beter geworden, die Bond Girls. Ze zijn niet meer... Nu ze denken, de Bond Girls. Ze zijn een zelfstandige vrouw met een job. Ze zijn als belangrijk als hem. Ze zijn niet meer de sweet thing die een keer naar bed gaan met hem en meteen dood, zoals vroeger. Hè. Mm-hmm. Maar nu, ze zijn vrouwen die tussendoor dingen doen. Hè. En betekent dat ook dat hun wat ze aan hebben veranderd? Ja. Ja, het is veel minder passief. Het is nu meer actief kleding. Ja. Actieve kledij? Ja. Het is, En hoe doe je dat dan? Een soirée? Het is de mentaliteit. Ik denk dat vroeger even die avondkleding van vrouwen was alleen representatief. En nu, je wil een jeur waar je kan ook erin lopen, verte. Autorijden, nou, het is een andere mentaliteit. Het is veel minder, ze zijn minder popjes dan ze waren vroeger. Mm-hmm. Ze zijn nu vrouwen met de mogelijkheden. Ja. Popjes die tegenspreken. Mm-hmm. En die kunnen absoluut niet luisteren als je dat bedoelt. Ja. Zullen we even kijken naar de jurk die je hebt ontworpen voor de Bond Girl in Skyfall. Ja. Voor Berenice Marlowe. Berenice Marlowe, dat zie ik. Ja. Ze wilde altijd cookies eten. En ik was zo. En dat jurk was zo strak. En elke keer. Maar ze was Frans. Voor haar goed eten is leuk. En ze wilde altijd macaron gaan eten. En ik zei: non, Berenice, non. Die jurk is. Dat zit, hè. Forget die macaron voor 3 maanden. Laten we even kijken naar de jurk van Berenice. Good fortune tonight, sir. Let's hope so. We'll be right back.
compliments of the house. Thank you. Now you can afford to buy me a drink. Mooie jurk, mooie vrouw. Mooie vrouw, heel mooie vrouw. Oh, zo mooi, dat is heel mooi. Maakt dat de uitdaging groter? Speelt het een rol? Nou, ik keek aan haar en ik dacht, ze leek op Ava Gardner. Ze heeft dat star kwaliteit van de... Van de 50 jaar in Hollywood, de Hollywood 50 jaar. Dus ze moest iets heel dramatiek hebben. En dan, toen was ik, omdat ze kwam van Shanghai, ze was opgegroeid in een bordel in Shanghai in het verhaal. Ik begon om geobsedeerd te zijn met tattoo. En, dus ik heb heel veel tattoo-tekening gezien. En ik had dat vogel gezien en dan de andere vogel gezien. En ik begon om tattoo te tekenen. Omdat ik dacht, wat zou leuk zijn, is dat ze komen en dan ze is van achter en dan je denkt dat het is haar ruur die getatoeëerd is. En dan je denkt, je weet niet als het is de tattoo dat je ziet through de jurk of de jurk die je tattoo heeft. En dat was mijn idee om te beginnen, dat jurk. En dan ik heb dat tattoo gestuurd naar Sarovsky. Sarovsky is met me teruggegeven een prachtig stukje tulle met de transfer van kristal erop. En ik kijk en ik dacht, dat is een goed idee. En dan ik heb meer kleur erin gestopt en meer glitter. En zo is de jurk beetje bij beetje gekomen. Wat ik me afvraag, je hebt het over tientallen versies van het James Bond pak. Maar dat is zelf voor haar. De jurk is eigenlijk in twee stukken. Wat gebeurt er achteraf met al die kleren? Huh? Wat gebeurt er achteraf met al die kleren? Oh, dat zijn in de Ion heeft een soort museum. En de jurken draaien rond. Ze hebben heel veel tentoonstelling en heel veel, zoals nu. Nu, de jurk is een tentoonstelling, maar je hebt de Sarovsky tentoonstelling. Je hebt de museum, de MGM museum. De jurken hebben een leven dat ik niet... De kostuum van Ion, je hebt een speciaal archives en alles is... En ze gebruiken de kostuum heel veel om ze te laten zien. Ja. Heb je ooit overwogen om te ontwerpen voor mode? Nee. No. Ik wil niet iets ontworpen voor commercieel. Nee, ik vind ontworpen voor film iets wat ik leuk vind. Omdat ik ontworp niet voor iemand, ik ontworp voor een film. Ik wil gewoon een visueel idee geven van wat geschreven is. Ik wil gewoon visualiseren een idee van de regisseur. Ik wil een verhaal vertellen. Ik wil niet een t-shirt verkopen. No. Dat zit er echt niet in. Niks mis mee. Ja, mensen doen dat fantastisch, maar dat is niet wat ik zou doen. Nee. En ik vind het leuk elke jaar om een ander verhaal te vertellen. Mm-hmm. Wil iemand nog iets vragen uit de zaal aan Janie? Nee. Ik wacht altijd op... Nee. Ik heb nooit gedacht, oh, dat is een fantastisch boek. Dat zou zo'n goede film kunnen zijn. Nee. Soms denk ik, ik zou graag iets van een bepaalde periode willen doen. Omdat dit was een fantastische periode. En dan is niet genoeg van gemaakt. Maar niet... Ja, ik vind de jaren 80 zo interessant. Op het moment. Ik vind dat de jaren 80 is een periode waar niet zoveel over gesproken is. Het is zoveel over die oorlog en de jaren 20 en de jaren 30. Maar de jaren 80, niemand praat heel veel over. En dan vind ik een hele belangrijke periode in nu. Ik zou graag iets willen doen. Van die jaren 80 niet bijzonder lelijk met die schouderstukken? Ja, maar het is niet dat. Het was dat soort
power. Dat de het was de ik kijk nog aan Dallas. Ik kijk aan Dallas omdat ik ben nu in de States. En ik zie die arme Duffy. Kan je nog herinneren? Junior? Patrick Duffy. Ja, Patrick Duffy. Bobby. Bobby. En Bobby nu, heel zielig, hij presenteert de commercial over arthritis. In de Amerikaanse televisie. En ik kijk aan dat en ik dacht... Oh. Maar daarvoor was hij de man van Atlantis, dus ja. Ja, bon, je hebt gelijk. Maar hij was ook voor mij de man van Dallas, begrijp je? En dan ik denk... En zo ben ik gekomen in de jaren 80. Waar ik dacht... De jaren 80, ze waren toch... Maar je ziet, het was een soort hoop, het was een soort power. Alles was groot, alles was... Het is in onze... In de tweede... Na de jaren 60, na de jaren 70. Ik vind de jaren 80 een heel interessante periode waar alles kon. Helemaal, ik vind het iets wat. Ja, ik zou graag wat willen doen van de jaren 80. Mm-hmm. Nog iemand? Ja, ik is een beetje persoonlijk, maar ik zou heel graag willen weten in zijn algemeenheid hoe je samenwerkt met production design. De andere vormgeving. Oh, heel geert, ja. Hij vertelt mij wat hij doet en ik kijk en dan dus je hebt mensen met wie je heel geert. Ik heb de kans gehad om met zoveel fantastische productiedesigners te werken. En het gaat ook over hoe je omgaat met de productiedesigner. Je hebt productiedesigners met wie je bent heel vrienden en dan je werkt echt goed samen. En je hebt andere productiedesigners met wie je werkt minder goed, omdat ze zijn minder vrienden. Ik weet dat... Ik ben altijd leuk geweest, omdat ik heb gewerkt met hele goede mensen. En met fantastische mensen. En 10 jaar met Stuart Gregg en Harry Potter. Ik kon niet iemand beter vinden dan Stuart Gregg. Maar we konden niet echt samen werken, omdat Stuart zei, de gebouw bestaat sinds 1000 jaar of 500 jaar, is een Victorian gebouw, en dan de kostuum ontwikkeld. En dat is een beetje zo. Nu ik werk met ook een ongelofelijke production designer on Passengers, en hij heeft een fantastisch spaceship ontworpen. Maar ik moest altijd van hem de kleuren en de shape om te kunnen coördineren. Maar ik denk dat hij trad met Dennis Kastner voor Bond. Dan werk ik directeur, omdat hij is een vriend en ik kan met hem goed opschieten. Dus we hebben meer communicatie. Maar je moet je altijd toch communiceren. Maar de level van communicatie gaat over hoe goed je kan met mensen omgaan. Zit je zelf ook nog achter de naaimachine? Of, nooit. Loop je zelf nog een stoffenwinkel binnen? Nooit. Ik zie niet waarom ik moet zelf doen wanneer ik heb mensen die zijn zoveel beter dan ik. Nee. Nee. Ik zou het kunnen, maar nooit. Ik doe het niet meer. Ja, het begin van uw vraag heb ik niet begrepen. Digitale versies van de kleding. Of digitale versies van de kleding. Digitale versies, dubbels of zijn er ook hele kostuums? Nog niet. Nog niet. Maar we wachten op je, de wereld wachten op jou om dat te doen. Dat wilde ik nog vragen. Heeft de komst van high definition... heeft zeker invloed gehad op de make-up van mensen. Je ziet elke poriën, elke... Ja, maar de make-up doe ik niet. Nee, maar heeft het ook invloed, die high definition, op jouw werk? Persoonlijk, ik vind het heerlijk als iemand ziet elke detail van de kostuum. Dus ik zou nooit... ik vind in tegendeel dat dit was zo... Dat dit was zo geestig on Harry Potter. We hadden verschillende GOP. En soms je zag de detail van de kostuum. Soms zag je niet de detail op de kostuum. En het gaat over hoe het is beleerd, hè, hoe de licht is. En dan, ik vind niet echt... ik zou soms willen dat je ziet meer van de kostuum, dat de licht is belangrijker dan alles, ja. Omdat dat helpt een kostuum te leven, ja. Mm-hmm. Misschien nog een laatste vraag, stilaan afronden.
Wat is het belangrijkste volgens u als u een personage ontwerpt? Zeg maar, als u een personage kleedt, wat is het belangrijkste voor u wat u in gedachten houdt? Dat u zegt, dit is mijn benadering. Dat ik kom uit op de fitting room en dan hij denkt dat hij heeft de karakter bereiken. Omdat dat zijn we voor. We zijn niet voor. Ik denk dat als je begint als een ontwerper, je denkt zoveel aan jou. Je wil iets mooi maken voor jouzelf. Maar eigenlijk, we zijn een service department. En we werken voor iemand anders, om iemand anders de karakter te zijn. Dus als een acteur komt uit op de kleedkamer en hij heeft de karakter gevonden. Hij heeft ik heb hem geholpen om de personage te spelen. Dan ben ik blij. Als er geen vragen meer zijn, dan wil ik jou, Jenny, ongelooflijk bedanken voor deze bijzondere, tegelijk interessante en entertainende masterclass. Ik denk namens iedereen. Ik wens je nog heel veel arbeidsvreugde en succes toe in je verdere carrière. U allemaal in de zaal, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het meedoen, bedankt voor de vragen. En nog een fijne avond en een fijn verder festival. Tot de volgende keer.